haar stem en haar applaus rekent, is niemand minder als kandidaat nummer 1, Johan alias de Badmoes. Want we moeten nog eigenlijk Johan zeggen, maar af en toe gaan we uit onze rol vallen en gaan we toch Badmoes zeggen. We kennen ons dan in Loten, we kennen dat ook als de Badmoes, maar we noemen het officieel Johan, dat is ook de officiële kandidaat erop. Maar Johan, aka Badmoes, ik kon dat 2 vragen stellen, 2 graalijk moeilijke vragen in de eerste plus. Wat heet er aan? Je bent al niet van de jongste nummer, allee, ik mag dat zeggen. Dat is nog wat leeftijdsgenoten, maar... Wat heeft er nou eigenlijk gedreven om op een dag toch te beslissen, want niemand had dat gepijst, oei, bij de droeven niet pijzen, of misschien hier aan door toch in. Wat heeft er nou gedreven om toch mee te doen om de verkiezing van Prins Carnaval? Waarom wil je geen Prins werden? Niet! Ik wou eigenlijk niet zot doen. In ons zijn het allemaal zot, dus vandaar dat ik hier een zot wil doen. En vermis dat ik de losje ben van doen. Ja, ik zou zeggen, moet maar dat lekker riskeren. En vermits dat ik van mijn vrouw niet in de politiek mocht, wou ik ongelijk Prins Carnaval werden. Voilà, dat is mijn gevat antwoord op die vrouw. Volgens mij is Carnaval veel plezanter als politiek, geloof mij. Tweede vraag. Ja, dat moet je. Je wilt dat misschien nog niet direct doen, maar we gaan toch wel even polsen. Je moet je niet aan eerst nog komen met jouw show. Kun je ons er al iets over vertellen of moet het nog top secret blijven tot de laatste minuut? Ik kon er al iets klein over vertellen. Het zal hier en al zottigheid zijn. En ik wil een liedje zingen. Het regent in mijn steen. Moral, doorsnijs en tevreden. Maar wij vegen alles om ons schat. Een stad zonder zon. Is dat... Na normaal. Voilà, de roeven zal het gewoon. Voilà. Trek het nog niet, maar we gaan het eerst doen. We gaan misschien gelukkig doorzetten dat het chance heeft. Als het een prinsje kiezen is, dat is troei. Goed, 2 vragen. Ik veronderstel dat we weer goed gedeerd mogen veraltreden. Maar we gaan wel niet laten gaan zonder nog hier een keer een fantastisch applaus te geven voor kandidaat nummer 1. We hebben een fantastisch team, een fantastische campagne stoet gehad. We zijn nog alle cafés geweest. Ik heb zoveel mogelijk proberen mee te gaan. En ik heb van heel de dag al volledig genoten. En je ziet wat een fantastische meisje dat hier allemaal stond. Speciaal voor mij en voor speciaal voor de andere kandidaat. Het is hier gewoon de Max. Peter, dat is vanmorgen graag een goede hoofdweg. Ik heb nog 1 vraag gevraagd. Het is vanavond dan 2e keer dat je meedoet. Hoe zullen we tegenover en hoe zie je het anders doen eigenlijk? Ik moet zeggen, wij zaten in 18, ze hebben al eens meegedaan. Dat was nog in de Flora. We hebben er 7 jaar naartoe gewerkt om hier in 25 weer te kunnen staan. En ik denk dat deze wel een unieke ervaring is om dat hier op de markt te doen. Met zo'n publiek, met zo'n panorama dat we hier hebben gestoond. Ik denk, Carnaval is de max! Ik zie dat er hier een heel veel zit. Nog
er hier veruit te verschijnen. Ik zie hem door springen langs de zijkant. Is terecht geniet van Baak en applaus. Voor Candido nummer 3, voor Karel of de Ronde Schalen. Traditionele campagneboef. Hoe was die campagne van de Joof? Ik moet zeggen, graalig goed. We hebben op dit moment van de campagne geprobeerd om maximaal ons te amuseren. Gelijk dat mijn rest campagne-reken ook gezegd heeft. Dat geldt weer vanavond ook. Ik ga mij amuseren. Ik pijs dat dat graalig goed gelukt is, de hele campagne. En vanavond is de kes op de torp. Amusement voor de zaal. Voor het hier en door zeggen, Karel, Sjaal, dat moet iets anders zijn als anders. Ik vroeg me dat altijd af wat dat juist betekent, maar we gaan dat vlees zien. Hoor, ik heb zelf ooit en toen ooit hier en door wel wat teksten en wat shows meegemokt. Ik vroeg me af, wie heeft er die show van aangemokt als dat anders kon zijn? We hebben er een ding van gemaakt van alles zoveel mogelijk in onze eigen interne kringtafel. Dus iedereen dat hier vanavond mee op het podium komt, met die mensen hebben we de ganze show zelf ineengestoken. En dan de liedjes is nog meer eigen fabrikoot, want die heb ik allemaal zelf geschreven. Oké. Goed. We hebben een hoop op de max gewonnen, we acclimatiseren achter de schermen, we gaan eens gedieren maken voor de top van de prijs. Natuurlijk ook, we kunnen door met de draaien, we gaan over de schermen en op de Hoes, en wie is hier voor de super? De jongste van Noord, dat ziet er van Dolf, we hebben goed mee. Fantastisch ooit. Vertel mij een keer, kameraad, hoe is dat dag geweest? Graalig op het gemak. Ik heb me eerst uitgeslopen. Natuurlijk dan. Ik ben opgestoeld, mijn ogen klitsch. En toen heb ik nog de campagnes toe te doen. Mag ik zeggen, er was veel vol en dikke merci doorheen. En toen heb ik iets goed gegeven, natuurlijk. Oh, lekker, lekker, lekker. En toen heb ik mij nog rust op het gemak geleid. En dan was ik in geslapen. Als u is het geweest van jou. Ik vind dat goed. Zeg maar, dat ziet er goed uit. Ik heb nog hier voor ons gevraagd. Candidoot Prins Carnavalse. 18 jaar zijn. Hoe komt u erop? Kun je me dan een keer uitleggen? Of wat de mensen hier op de markt? Ik ben er van kindje af aan eigenlijk mee opgegroeid. Het is de prinsje komen natuurlijk. En dan doe je, ja, je ziet erop en op dat man.
En dat is altijd geweest als een moraal zonnetje van dan toch een groeit een dag. Maar vaderlijk heet dan bij mij iemand. Ja, Karel de Rijer, die heeft tegen mij altijd gezegd: jongen, ik kom wel op dat podium stoel. Sportig genoeg is er niet meer. Dus Karel, deze is voor jou vanavond. Dames en heren, Horst